Spanje staat nog altijd in de top 3 van de populairste vakantiehuislanden. De Costa Blanca en de Costa del Sol hebben de grootste concentraties van tweede woningen en de regio rond Alicante is daarbij het meest in trek bij Nederlanders. Met de auto is het een stevige rit van zo'n 18 uur, dus vliegen is beter. Way of Living stuurde Arno voor onderzoek naar Gavea in de regio Alicante. Want we willen onder andere weten, als je iets koopt of laat bouwen, krijg je dan niet te veel te maken met die Spaanse mañana-mañana mentaliteit. Spanje is natuurlijk nog steeds het land bij uitstek waar de meeste Nederlanders een vakantiehuis of een tweede woning zouden willen hebben. Maar hoe zit het inderdaad met die mañana mentaliteit? Nou ja, het is het land van de gemoedelijkheid. Alles gaat hier nog steeds een versnellingje lager. Maar daar kan je op anticiperen door bijvoorbeeld een Nederlandse partij in te schakelen die ervoor gaat zorgen dat alle contracten en alle deadlines strikt worden nageleefd. We kregen een e-mail van de heer en mevrouw De Roy. Ze willen al jaren een huis kopen in Spanje, maar ze durven alleen die stap niet te maken. Dan hebben ze ook nog de taalbarrière en ze denken dat ze geen financiering kunnen krijgen bij een Spaanse bank. Nou, ik ga ze wegwijs maken in Spanje. Ik ben een uur ten noorden van Alicante beland in een prachtige regio. Helemaal populair bij Nederlanders en de Spanjaarden noemen het hier Xabia. Een eigen villa bouwen in een warm klimaat op een plek onder de zon, wie wil dat nou niet? Dan is het fijn als je het kan overlaten aan vertrouwde Nederlandse bedrijven die er al jaren werkzaam zijn. Ik heb een specialist gevonden die met haar bedrijf Karin Paulussen Dream Villas in deze streek prachtige vakantiehuizen en schitterende villas bouwt. We gaan haar straks ontmoeten op het Campo de Golf hier vlakbij. Maar nu eerst, wat zijn de vooroordelen die Nederlanders nog steeds hebben over het hebben van een tweede huis hier in Spanje? Maar vooral, wat zijn de voordeeltjes? Veel mensen denken nog dat de Spaanse banken niet meer financieren. Maar ook hier is de huizencrisis voorbij, dus kun je gewoon weer naar de bank. De meeste Spanjaarden spreken tegenwoordig Engels. En anders schakel je inderdaad gewoon een Nederlandse projectontwikkelaar in. Grootste voordeel van een vakantiehuis in Spanje is de mogelijkheid tot verhuur. En de regio Alicante heeft het schoonste klimaat van Europa. Karin, jouw bedrijf heet Karin Paulussen Dream Villas. Ja. Jullie zijn boutique-constructeur, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat wij een vast aantal villas per jaar bouwen, exclusief en op maat. Ongeveer 20 tot 25 villas per jaar. En we hebben een team van specialisten zoals architecten, designers, technisch architecten, die de klant daarbij helpen. Hoe selecteren jullie nou een locatie precies? Wat we doen is we zoeken naar percelen met unieke aspecten. Het is erg belangrijk, want je kunt wel een prachtig uitzicht hebben, maar als je de eerste supermarkt op een half uur hebt, ja, dan kun je dat werkt nog niet, nee. Locatie, locatie, locatie. Inderdaad het allerbelangrijkste bij het kopen van een huis. Karin is dan ook altijd op zoek naar nieuwe plekjes. De luxe, exclusieve villa's die ze er met haar florerende bedrijf bouwt, worden ontworpen met de nieuwste technologie en innovatie en zijn echte eye-catchers. Het mooie van een zogenaamde boutique-constructeur is dat iedere woning gegarandeerd anders is dan de rest. Dus meneer en mevrouw De Roy, je krijgt een uniek huis op een unieke plek. Meneer en mevrouw De Roy willen al jaren in Spanje hier een huis. Ze willen eigenlijk iets zelf laten bouwen. En nu heb ik gehoord dat je hier vlakbij op een kilometer afstand van deze Campo de Golf mooie plots hebt. We hebben hier spectaculaire plots met adembenemende vergezichten. Zowel op de bergen, op het dorpje binnen Tachel en als ook op zee. Zeezicht, dat willen we toch allemaal? Dat wil iedereen. Wat moet ik nou vooral niet doen als ik naar Spanje kom om te kopen? Kopen tijdens je vakantie. Oh? Als je in de sangria zit s'avonds, dan neem je misschien beslissingen die wij later spijt van hebben. En daar zit ik zelf ook niet op te wachten. Precies. Maar er zijn natuurlijk nog meer do's en don'ts. We hebben ze allemaal even voor je op een rijtje gezet. Nou, niet allemaal, Arno. In Spanje is het vooral een doel om altijd zelf je grondstuk op te meten. Ook een doel? Check of er al water- en elektravoorzieningen zijn op je plot. Kijk vooral ook naar de plaatselijke regelgeving in zaken verhuur. Niet onbelangrijk. Een don't? Koop vooral niet in een vakantiecomplex als je eigenlijk rust zoekt. Wat we zelf nog even willen weten van Karin. Wat voor leuke dingen zouden meneer en mevrouw De Roy hier kunnen doen? Wat heel veel mensen niet weten, hier dichtbij, heel dichtbij, zijn prachtige watervallen. Leuk idee. Want als je hier een leuk huis hebt, komen er natuurlijk altijd gasten uit Nederland logeren. En die wil je entertainen, toch? Behalve de Fuentes de Algar kun je van hieruit gemakkelijk naar Valencia. Het beroemde Elche Palmenwoud is niet ver weg en er zijn diverse Spaanse kastelen te bewonderen in de regio. Uiteraard zijn de baaien en stranden favoriet. Nou meneer en mevrouw De Roy, volgens mij heb ik de streek voor u gevonden. Hier kunt u uw perfecte droomvilla bouwen. En ik heb het nog even bij Karin gecheckt. Haar unieke vakantiehuizen die starten vanaf 4 ton.